Hallo, Damien van Os. Damien van Os, goedemorgen met Wil van Delft van de Bram en Delft Blauw. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed met jou. Ja, prima. De mooie binnenkomer voor jou, de zinger die we hebben uitgenodigd, is Al Mijn Dromen. Vertel er wat over. Ja, het liedje is gemaakt bij Roy Opdus. Ja? Want er was er iets voorgevallen met een andere platenmaatschappij. En toen heeft hij, graag gezegd, ik vind het zo zielig voor je. Dus ik geef je een single. En het was echt een goeie geworden. En we hebben hem daarna een videoclip opgenomen bij Nina Hoijmans. En bij de visite in Schijndel. En mocht Jan Biggel ook inspelen. Ja. Dus er was iets met een andere platenmaatschappij. Wat er is, dat laten we in het ongewisse. Heeft er verder zo'n niks mee te maken. Maar je bent nou hier dus bij Roy Otters terechtgekomen. Ja, klopt. En hoe is die samenwerking? Ja, supergoed. Ja, want het is natuurlijk weer anders. Het is weer anders dan bij de vorige natuurlijk. Ja, het is altijd anders. Want bijvoorbeeld, ik zat eerst bij een andere. Maar ja, ik merk wel, Roy doet echt goed zijn best. Ja. Er staat duidelijk op jouw Facebookpagina. Hè? En er staat Damien van Os. En er staat volkszanger Damien van Os. Waar komt die, waar komt die titel? Heb je die zelf neergezet? Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Die heb ik echt al super lang. Ja, dat is gewoon. Ik zing natuurlijk volks. En ja, Damien van Os, volkszanger. Ja. Ja. En wordt dat ook zo gewaardeerd? Wordt dat ook zo uitgesproken? Ja, meestal zeggen ze wel, hey, dat is Damien van Os volkszanger dan. En niet gewoon Damien van Os, maar ja, het is Damien van Os volkszanger van Facebook. Ja. Hoe is het nu ik hoor iedere dag collega's praten die allemaal wel weer tevreden zijn dat ze weer een agenda hebben met boeken erin. Hoe is dat bij jou? Ja, super natuurlijk. Ik heb echt wel veel boekingen. Ja. Bijvoorbeeld dit weekend. Ga je dit weekend eerst zingen? Dat is het privéfeest. Ja? Bij een privéfeest. Ja, en dat is het enige dit weekend. Dat is de enige optreden. Ja. Maar goed, een single. Al Mijn Dromen. Vertel eens een klein stukje voor de tekst, voor de luisteraars die de zinger niet kennen. Al Mijn Dromen, waar gaat het nummer over? Ja, zullen komen. Ja? Eigenlijk gewoon, bijvoorbeeld, dan zie je in de videoclip zie je allemaal auto's en dan bijvoorbeeld dan is het een droom om die te kopen en zo. Ja. En daar gaat het een beetje over. Een beetje zo, een beetje liefdesdromen, of niet? Nee, dat niet. Dus je hebt vanavond heb je dus een optreden bij een feestje. Ja. Oké. Nou, we gaan draaien. Even voor de luisteraars die meeluisteren en die meer willen weten over Damien van Os. Waar kunnen ze die informatie krijgen? Ja, Insta. Damien van Os officieel. En ja, Facebook Damien van Os volkszanger. Nou, op de eerste plaats heel erg bedankt dat je morgen live hier bij ons in de uitzending was. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Geniet ervan. En, ja, hetzelfde. En ik zou willen vragen om de titel zelf aan te kondigen. Doe maar, ga maar. Ja, hier is het liedje van mij. Al Mijn Dromen. Ik wens je nog een fijn weekend, hè. En netjes oppassen.